Oké, dus we zagen zojuist de show van Hans Rubbing. Wat maakt Hans Rubbing uniek? Ik denk vooral elk jaar weer zit ik gewoon te smachten naar die jasjes. Het zit allemaal zo goed in elkaar. Je ziet gewoon de kwaliteit. Gewoon. Ja, de kwaliteit straalt er gewoon vanaf eigenlijk. Ja. Ben jullie het tijdloos? Ook ja. Dat, ja. Absoluut. Zeker. Ja. Ja, je zou het kunnen dragen, maar misschien ja, je zus en je oudere zus en de tante misschien nog ook wel. Ja, precies. Ja, maar en... je kan het namelijk, bijvoorbeeld wij zouden het denk ik weer wat stoerder dragen. En bij wijze van onze moeders zou het juist weer wat chiquer. En dat kan inderdaad met alle items, zeker. Ja. Is dat de kracht van Hans Rubbing? Misschien wel, ja. 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 Jullie zien het dat jullie gaan waken naar modeshows. Nou, wat is dan het verrassende effect wat je hier krijgt en wat je bij andere shows niet ziet? Ik denk dat hier is altijd, sowieso vind ik dat hij een soort fijne sfeer creëert. Dus dat het geen drempel is om hier naartoe te gaan. Dus dat het eigenlijk voor iedereen is de show gewoon. En hij maakt het ook voor iedereen. Dus niet voor specifiek iemand. Dus dat vind ik heel fijn. Ja, ik vind ook dat heel vaak bij een modeshow dan zit je en dan zie je wellicht één of twee items waarvan je denkt, nou dat zou ik zelf wel willen dragen. En dit is allemaal zo wearable, maar tegelijkertijd wel ontzettend fashionable en easy to wear. Dus ik hou heel erg van gewoon mooie gemaakte kledingstukken die je elke dag zou kunnen dragen, maar wel met een bepaald edgy randje of met net iets speciaals. En dat vind ik echt alle items van Hans Rubbing hebben. Ik denk dat wij elk setje wat we vanavond hebben gezien wel zo zouden willen dragen. Ja.